En daar gaat weer een handtekening. Koen mag dan in het online leven meer dan 115.000 fans op YouTube hebben. Ook in het echte leven, in zijn eigen provincie, wordt hij op de voet gevolgd. Je hebt nu zijn handtekening, foto, alles. Blij? Zekers. Mijn dag is geslaagd. Ik ben inderdaad in Oosterbeek geboren en nu, sinds 2,5 jaar dat ik in Amsterdam woon, ik heb ook nog in Arnhem gewoond. Ja, het voelt altijd wel echt als thuiskomen, maar ik had niet verwacht dat ik op deze manier terug zou komen in mijn oude stad en dat er allemaal jongens op mij zouden zitten te wachten om tegen mijn FIFA te spelen en mijn boek te signeren. Ik zag dat Koen hier een signeersessie kwam doen en ik had zijn boek gehaald en toen dacht ik meteen, daar moet ik op af. Koen werd zo populair doordat hij de allereerste betaalde e-sporter ooit werd in ons land. Dat betekent dat hij betaald krijgt om op hoog niveau games te spelen. Hij ging FIFA spelen voor Ajax. Oeh, Amsterdam is wel echt even wat anders. En ik woonde er al wel voordat ik bij Ajax tekende, maar mijn leven is wel echt drastisch veranderd toen ik bij Ajax tekende. Ja, dat zeker weten. En nu, op zijn 25e, zet Koen weer een grote stap. Hij is de eerste die een boek schrijft over e-sports. Hoe dat wereldje zich heeft ontwikkeld sinds 8 jaar geleden toen ik voor het eerst Nederlands kampioen werd. Want toen kraaide er eigenlijk geen haan naar. En nu hebben we een nationale competitie waarin alle clubs uit de Eredivisie vertegenwoordigd zijn. En wordt het uitgezonden op Fox Sports op nationale tv. En ja, daar is gewoon heel veel gebeurd in een paar jaar tijd. En ik heb daar heel veel verhalen over, heel veel ervaringen. En ja, blijkbaar is dat voor heel veel mensen leuk om te lezen. Hij denkt zelfs al na over vervolgboeken. Dat kan ook qua tijd, want Koen is onlangs gestopt bij Ajax. Hij wil graag meer gaan presenteren en dan het liefste voor... Ik zou zeker wel wat leuks bij Omroep Gelderland willen presenteren. Als de omroep daar ook voor open staat, dan moet er maar een keertje om tafel, denk ik. Succes, jongen. Succes.